Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb vandaag de gast Gloria Likwishu Wonsisang. Zij is van de stichting Weet Mee Lammeren en ook al jaren bezig met deze organisatie om de lammeren te leiden, zoals het woord het al zegt, te weiden, vanuit de christelijke overtuiging bezig te zijn met het vormen van niet alleen maar jongeren, maar ook ouderen. En vandaag gaan we praten over een activiteit die deze organisatie ook daadwerkelijk in dit kader opzet. Namelijk op 10 november startte er een kinderwerkerstraining. En wat het inhoudt en voor wie het is, dat gaan we vandaag horen van Gloria. What me is a little time. Gloria, welkom erbij. Dankjewel Odette en bedankt ook en complimenten dat je na het spektakel van Suripop gisteravond Italië toch weer zo fris en fruitig maandagochtend Supreme TV doet. Nou, het is top. Respect. Ik doe mijn best. We komen net uit een hele lastige coronaperiode. We zijn eigenlijk nu met z'n allen een beetje aan het bekomen. Ongeveer al 6 maanden vanaf alles weer een beetje mag. Dus vandaar dat we jou dan weer ook weer zien. Want ook jij bent er bezig bij die continu bezig blijft. Misschien is het toch wel goed om de mensen weer even te vertellen over Weet Mee Lammeren en wat jullie allemaal doen als organisatie. Yes, nou, dankjewel Odette, dankjewel luisteraar dat u kijkt en luistert. Fantastisch op deze maandagmorgen of op deze dag op Supreme TV. Weet Mee Lammeren bestaat al langer dan 25 jaar inmiddels. We hebben op Santopolder een opvangcentrum voor dakloze kinderen en vrouwen. 11 huisjes hebben we daar staan, compleet ingericht. Waar dus mensen die echt in nood zijn, vooral dus vrouwen uit huiselijk geweldsituaties, misbruik, maar ook andere zaken door armoede en toestanden, noem maar op, onderdak en veiligheid en begeleiding krijgen voor een jaar of 2. De bedoeling is dan dat ze worden begeleid naar zelfredzaamheid. In dat kader hebben we ook een eigen bakkerij, een groentetuin, een computerruimte, een sociaal naaiatelier. En we zijn nu ook bezig met het bouwen van een kleine kippenkwekerij voor onze moeders en kinderen. Geweldig. Daarnaast ontvangen we hier aan de Santopolderweg nummer 1 elke dag 300 kinderen in ons kinderdagverblijf. Kindertjes kunnen komen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar. Hiermee ben ik begonnen omdat ik bezig was met een kinderclub elke vrijdagmiddag. En dan ga je ook praten met de kinderen tijdens het knutselen en kleuren. En dan zeg je, hey Kevin, hoe gaat het met je? En dan merk je dat hij een beetje verdrietig is. Ik zeg, Kevin, wat is er aan de hand? En dan zegt hij, ja, ik heb weer een 4 gehad voor woordpakket, zuster Gloria. En andere kinderen ook, dat ze echt lijden onder die onvoldoendes. Terwijl ze heel slim zijn en willen, maar thuis vaak alleen maar in dialect, weet je, andere talen, Javaans, Saramakaans, Hindustaans, Sarnami, tegen hun wordt gesproken. En zo begonnen ze al met een flinke achterstand in het reguliere onderwijs. Toen dacht ik, als we kinderen willen helpen, moeten we dan eigenlijk beginnen bij de baby's. Want wat er gebeurde er, vaak moesten moeders ook gaan werken. En dan werd de baby achtergelaten bij een oma of een tante die zelf al heel druk was. Met alle gevolgen van dien. Terwijl die eerste 1000 levensdagen van elk mens bepalend zijn voor de rest van je hele leven. Daar wordt het fundament gelegd. Dus juist hoe we omgaan met de kleintjes is super, super belangrijk. En daarom dachten we van laten we beginnen met een kinderdagverblijf. En het is dus zo dat het nu is uitgegroeid naar een groep van 300 kinderen. Ik begon met 19 in een gehuurd buurthuis. En nu zijn we met 300 kinderen. Staatsolie heeft ons geholpen met het gebouwtje. En andere organisaties ook. Daar zijn we super blij mee. En we hebben dan een staf van 24 hardwerkende dames. Een paar leerkrachten van Minog. Maar het merendeel zijn dames uit de buurt. Ook van Hadassah, die on the job getraind worden. Zo ook een broodje verdienen. En gelijk leren hoe ze omgaan met kinderen. We hebben daarom ook een training gestart van 10 maanden onlangs voor pedagogische werkers van kinderdagverblijven. En we zagen al dat er een grote nood is in de buurt. Vrouwen van Sunny Point komen, vrouwen van Lely Dorp, vrouwen van Zorg en Hoop. En elke zaterdagmiddag zijn we dus met hun bezig van 5 uur, 's middags tot 8 uur 's avonds. Daarnaast komen er 300 kinderen overdag. We hebben ook een truc waarmee we op locatie kinderfeesten doen. Gisterochtend was ik op Flora met een flinke mevrouw Wolf, die daar al 10 jaar lang in haar straat, op de hoek van de Ormosiastraat en de Floralaan, een kinderclub draait. Ongeveer 20 kinderen. En het was zo'n eer om haar die ochtend te helpen. En dan kom ik met een gospeltruc, met geluid, met dansjes, met leuke liedjes en spelletjes.
En het was gewoon een feest op zich gisterochtend. Met die truck ga ik dan ook naar de districten, noem maar op. Ik merk de laatste tijd ook na COVID dat er gewoon een heleboel behoefte is aan basic zaken. Daarom hebben we pas geïnvesteerd in een voedselpakketactie op het Bronsplein met 1000 voedselpakketten die we toen hebben verdeeld onder de mensen die het echt moeilijk hebben. En ik probeer komende maand ook te gaan naar Nikeri om daar 400 voedselpakketten te verdelen. Dat gebeurt allemaal door en dankzij de offers van gelovigen in de kerken en de gemeentes. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Samen geweldig. Zijn we sterk. Ja. Echt fantastisch allemaal. Very nice, very nice. Laten we nu even praten over de kinderwerkerstraining, want die gaat op 10 november van start. Eigenlijk zegt het woord het al. Iedereen die met kinderen bezig is, maar je hebt een bepaald specifiek doel voor ogen, hè, met deze kinderwerkerstraining. Je wil eigenlijk iedereen mobiliseren om de kinderen van hun straat te adopteren, als ik het in één zin van je heb begrepen. Tuurlijk. Dat is het beste. Nou ja, ik bedoel, die kinderen van Nancy of Charles, die zijn hun kinderen. Het zijn onze kinderen, hè? En zoals wij het mee lammeren, inderdaad, Jezus is de goede herder. Dat leren we in de Bijbel. En als hij de herder is, zijn wij de schapen. En dan zijn de kinderen de lammeren. Hè? Dus het is heel erg belangrijk dat het lammetje goed wordt beschermd, goede voeding krijgt. En dat kunnen de ouders onmogelijk alleen. Daar is echt een village voor nodig, een gemeenschap. Maar hoe pak je dat aan in deze tijd, waar je steeds meer hoort over, ja, pedofilie, dit, dat. Je wordt soms bang om een kind zelfs een brasa te geven, als je al die tories hoort. En ouders zijn ook wat voorzichtiger geworden, wat goed is natuurlijk. Maar dat drijft ook een wicht soms tussen mensen, in buurten, in families en noem maar op. Ja. En dat is totaal niet de bedoeling. Want kinderen hebben juist veel aandacht en liefde nodig. En daarom een kinderclub kun je starten, maar daar is wel een stukje training voor nodig. Want alleen liefde en enthousiasme, dat is mooi, maar daar kom je niet zo ver mee. Daar ben je na 3 maanden eigenlijk al toe aan een burn-out. Want kinderwerk is intensief. Ja, je weet wel, men zegt wel eens, die trafa ziet toch kinderen, ze brengen vreugde in het leven. Maar soms kunnen kinderen hinderen. En dat is waar. Als je zegt, doe niet zo kinderachtig, is hetzelfde als een compliment bedoeld. Maar kinderen die vaak aandacht vragen op verschrikkelijke manieren, dat zijn juist de kinderen die de meeste liefde en aandacht tekortkomen. Mm-hmm. En daarom is het belangrijk dat je als kinderwerker visie daarvoor krijgt. Wat zijn de oorzaken van het gedrag van kinderen? Want kinderen praten niet zo vaak met woorden, omdat ze gewoon een kleine woordenschat hebben. Maar ze praten wel met hun gedrag. En dat moet je kunnen lezen. Dat leer je op die kinderwerkerstraining van Stichting Wijd Mijn Lammeren. Die begint 10 november. En wat zo leuk is voor deze training, hoef je niet uit huis. Je kunt het gewoon vanuit je bed volgen of noem maar op waar je bent. Het is dus makkelijk te combineren met een drukke baan of een druk huishouden. Of een bediening in je kerk of gemeente of waar je allemaal mee bezig bent. Je bijbaantjes, want veel mensen hebben nu extra huizeltjes. Ja, die horen er ook bij tegenwoordig. Iedereen, noem maar op. Maar vergeet niet om te midden van het alles dat je meeste vreugde krijgt door te geven. Dus als je voelt van, hey, de pit is een beetje eruit, ik heb geen energie. Begin iets te doen wat echt voldoening geeft, wat je echt blij maakt. En dat is kinderwerk. Dus mensen kunnen zich dan opgeven voor deze virtuele digitale kinderwerkerstraining. De bijdrage voor de complete training, compleet met een handboek van een heleboel bladzijden die ik echt samen met werkers, ervaren werkers heb samengesteld en geschreven. Je krijgt dat handboek, je krijgt een certificaat, je krijgt persoonlijke begeleiding, je kunt ook vragen stellen. De hele training kost 350 SRD per persoon. Okay, geweldig. En dan zijn Hoe lang duurt de training? 10 weken. Ja, oké. Okay. Ja. Dus elke week 1 sessie? Ja, elke week 1 sessie, ja. Dat klopt. Helemaal. En zijn er bepaalde criteria die mensen moeten hebben om te kunnen meedoen? Moeten ze al actief zijn of moeten ze al ergens mee bezig zijn? Of mag het ook gewoon met een wens en zeggen van, hey, ik wil mezelf een beetje bijscholen om te kijken als ik dit wel leuk vind? Een wens is helemaal top. Daar begint het mee. Daar zit je visie. Ja. En dan gaan we werken aan een doel voor die visie. Dus alleen een wens is goed, maar ook wat heel erg belangrijk toch wel is, is dat je goed kan lezen en schrijven. Dat vinden we toch wel belangrijk, omdat we dus werken met een examen. Dus dan moet je gaan kunnen. Het is een online examen via Google. Okay. Dus je gaat vragen moeten beantwoorden en invullen. En het is wel zodanig opgesteld dat je met een normale werkdruk en een druk leven toch wel dit kan doen. Ja. Het bestaat dus uit
Nee, pardon, ik heb iets verkeerds gezegd. Het is 5 donderdagavonden. Dus echt te overzien. Voor kerstfeest ben je klaar. Okay. 10 november begint het op 8 december. Ja. En dan gaan we praten over verteltips en trucs, zingen, teamwork, objectlessen, het handhaven van de orde, aandelen van teksten, creatief bezig zijn, communicatie met kinderen. En dat is allemaal van 10 november tot en met 8 december. Okay. Daarna heb je wel een kans om door te gaan naar onze volgende module. Ja, oké. En er zijn 2 modules in de hele training? Ja, we hebben dus een 2e module. Dan gaat het dan door in januari. Maar je hoeft in principe niet al actief te zijn of een bepaalde pedagogische achtergrond of een richting om dit te kunnen doen. Nee. Ja. Oké. Okay. En eigenlijk, want je zei het heel mooi aan het begin van het gesprek, dat je eigenlijk wil, of het liefst zou zien dat mensen met deze training spontaan uit zichzelf, eigen kidsclub, kinderen van de straat of van de buurt bezig zouden verzamelen, om het maar even zo te zeggen, en regelmatig met kinderen bezig zouden zijn. Dus eigenlijk het opzetten van een eigen kidsclub. Daar roep je mensen voor op, als ik zo naar je luister. Ja. Ja, heel mooi. Mogen die mensen dan ook onder jullie vallen? Of, Ja, daar kunnen we altijd over praten. Ja? Dus als ze komen, dan mogen we praten, kunnen we praten en dan kijken hoe we het kunnen aansluiten bij het netwerk. Ja. En, want we hebben ook een heleboel kinderclubs in ons netwerk. Die zitten niet alleen in Paramaribo, maar die zitten vanaf Tumacumac gebergd tot de Atlantische Oceaan, tussen de Corantijn en de Marowijnen. Mm-hmm. Dus een heleboel districten van Suriname hebben kinderclubs. Ik probeer ook per kwartaal naar het binnenland te gaan om daar clubs op te richten, de mensen te inspireren van, hey, ga aan de slag met die kinderen in je dorp. Want daar juist is er heel weinig voor kinderen. En het is intensief, dat is waar, maar het is ook hartstikke leuk om te doen. En je hoeft niet direct te denken van, oh nee, dan ben ik elke week, weet je wel. Het kan ook 2 keer in de week of 1 keer in de maand. Mm-hmm. Maar doe iets, je kunt het. Inderdaad, heel goed gezegd. Gloria, hartelijk bedankt voor de informatie. 10 november, de mensen kunnen zich opgeven via Weet Mee Lammeren. Ze mogen het opzoeken via jullie social media, neem ik aan. Of ja, we hebben een Facebookpagina en we hebben ook een telefoonnummer, 42 59 28. Daar kun je elke dag bellen. Tussen 8 uur 's morgens en 3 uur 's middags. Dan kan iemand je ook extra informatie geven als je wilt. Of je kunt ons gewoon appen via 89 45 345. 89 45 345. Of gewoon langslopen aan de Stoelmanstraat 8 bij onze gospelshop en kopieer ze dus. Trouwens, als je veel te kopiëren hebt, kopieer bij ons, want dan help je gelijk ook onze moeders en kinderen. Dus je krijgt een mooi boekje ingebonden, geplastificeerd, gekaft. Maar intussen heb je gelijk ook kinderen geholpen. Dat is toch een goed gevoel. Prachtig hoe de cirkel helemaal rond is. Je het elke keer weer gewoon terugbrengt. Bij alles onder één dak, alles bij elkaar. Geweldig. Het werk dat je doet ook, Gloria. Ik zou zeggen, ga daarmee door. Heel erg veel succes, energie, liefde. En alles wat je nodig hebt om ermee door te gaan, toegewenst. En hopelijk kunnen wij ook een kleine bijdrage leveren door kenbaar te maken dat de kinderwerkerstraining eraan komt. Waar ze hebben jullie al gedaan met deze stap? Ja. Bedankt, Supreme Ticket. Oké, dank je. Dankjewel. Succes ermee. Thank you. Bye bye. Is goed. Bye. What we need is a little Q-time. Tot zover het gesprek met Gloria Liquishu Wong Suisang. Zij praat namens haar stichting Weet Mee Lammeren. En de Weet Mee Lammeren die gaat een kinderwerkerstraining organiseren vanaf 10 november. 5 donderdagavonden is ze dus bezig met de mensen die zich bezig willen gaan houden in hun vrije tijd met het teruggeven aan Surinaamse kinderen. En de module wordt afgerond met een examen. En daarna is er eventueel een 2e module voor de mensen die interesse hebben. Wilt u meer weten, dan kunt u de Facebookpagina van Weet Mee Lammeren raadplegen voor meer informatie en natuurlijk ook bellen naar de opgegeven telefoonnummers. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.